Hier achter mij ziet u het bouwterrein van der Markhof in de Geuzenwijk. Er is hier een archeologisch onderzoek gedaan. Eind jaren 90 is de riolering aan de Mannikslaan vervangen en toen al zijn er delen van de 13e eeuwse kloosterkerk gevonden. In het blauw zijn de omgrachtingen van het voormalige kloosterterrein te zien. En hier is de pandhof van het klooster te zien. Hier een deel van de kerk. Ik heb ongeveer bij de rotonde gestaan. Een groot deel van het pandhof is in dat gele blok teruggevonden. Wij zitten eigenlijk in dit kleine stukje net binnen het kloosterterrein. Dus we zijn nu bezig met het onderzoeken naar de gracht. Hoe liep de gracht hier vroeger? Er zit hier een grijze baan. En daar een hele donkere baan. En daar aan weerszijden is een wat gelige grondsoort. Dat is eigenlijk de natuurlijke ondergrond. Waarom is het nou eigenlijk hier zwart geworden? Het is hier zwart geworden omdat vroeger hebben er in zo'n gracht hebben er allerlei planten gezeten. Nou, planten sterven op een gegeven moment weer af. Nou, dat gaat een aantal eeuwen door. En dan krijg je een heel dik, humeus, turfachtig pakket van verteerde plantenresten. En was die gracht gewoon om het klooster voet heen, om te beschermen? Ja, om te beschermen inderdaad. Het klooster lag buiten de ommuringen van de stad Utrecht. Dus om veilig te zijn voor allerlei ongenode personen, zat er een stevige gracht omheen. Het klooster is bij elkaar 10 hectare geweest. En wij zitten nu eigenlijk met een mini-stukje van 0,5 hectare. Dus het is echt een heel klein stukje van het klooster wat eigenlijk nog helemaal onder de wijk verstopt zit. Dat is eigenlijk wel aardig. Als je hier door de wijk ziet rijdt, denk je van dat is een wijk uit de jaren 20, 30. Maar als je onder de huizen gaat kijken, dan kom je eigenlijk nog de hele geschiedenis tegen. Okay. Ik heb zelfs begrepen dat bij de bouw van de Geuzenhof, of de sloop van de bebouwing die ervoor stond, dat zelfs de skeletten van de begraafplaats in de fundering zelfs zaten. Dus, het moet wel een luguber idee geweest zijn voor de mensen die er gewoond hebben. Behoorlijke verrassingen. Ja. Heel opvallend bij zo'n klooster is een heel groot vierkant pandhof waar rondom allemaal huizen, kluizen hebben gezeten waar de monniken zaten. Ja. En wat versta je dan onder een pandhof? Een pandhof is een centrale binnenruimte met een kloostergang er rond. Hoeveel mensen woonden daar? Ik geloof op het hoogtepunt van het klooster hebben er iets van 35 man gewoond. Het was een mannenklooster, dus vandaar. Okay. Ja. En rond welke tijd spreken we nu? Eind van de 13e eeuw is het klooster gesticht. Ja, nu vind je eigenlijk bovengronds alleen nog het poorthuis terug op de kop van de laan van Chartreuse. Is dit nou een bijzonder project voor jou of heel alledaags? Ik vind het op zich wel een bijzonder project. Het is niet alledaags dat je op het terrein van de Chartreuse klooster opgraaft. En zeker niet op een onverwachte locatie, eigenlijk midden in een stadswijk. Dus in die zin is het wel bijzonder. Verwacht je hier nog verder bepaalde dingen aan te treffen? We gaan nog een deel opgraven waar een aantal afvalkuilen zitten. Dus dat is nog een verrassing wat daar mogelijk uitkomt. Een afvalkuil, wat is dat precies? Het zijn eigenlijk gewoon kuilen die zijn gegraven waar mensen hun afval in hebben gegooid. En soms, dat kan van alles zijn. Huishoudelijk afval of ook beer of poep of noem maar op. Het kan lekker van alles zijn, ja. En wat kan je daaruit afleiden? Als de vondsten tevoorschijn komen, dan kan je in ieder geval wat afleiden over, over het gebruik van keukengoed uit die periode. En wat is nou de reden dat jullie dat helemaal onderzoeken? Want er komt toch gewoon weer een woonwijk bovenop. Door de bouw van de woonwijk gaat de hele grond op zijn kop en dan verdwijnen eigenlijk alle sporen. Dus dan ben je eigenlijk een stukje geschiedenis kwijt. En vandaar dat wij dat onderzoek uitvoeren. En waar kan je dat dan bijvoorbeeld later vinden? Wij maken sowieso een rapport en de vondsten die we doen, die komen in een depot voor bodemvondsten. Dat is dan bij de gemeente Utrecht. En de gemeente die besteedt ook heel veel aandacht om de geschiedenis van de stad voor de burgers toegankelijk te maken. Dus eigenlijk krijgt iedereen het weer terug. MUZIEK